Goeie dag weer. Nee, het is een volgende dag. Het is een volgende ochtend. Waarom? Omdat... nou, je hebt gisteren nog het een en ander kunnen zien. We zijn gisteravond tot laat door geweest. Mijn vader en ik hebben even doorgeknald. Zodat we vandaag een stuk verder zijn dan dat we gisteren waren. Maar dat is altijd zo als je doorgaat. Ik zal even laten zien wat er staat. Gisteren toen we stopten om 4:15 ongeveer stonden er nog maar 3 muurtjes. En nu staan er 7. Dus gisteravond even flink doorgepompt. We zijn alweer bezig om de nieuwe muur te gaan plaatsen. Maar ik zal even laten zien hoe ver we nu zijn. Dus ja, het gaat de goede kant op. Oh, dikke rotzooi hier nog. Kijk. Kijk. De achter stond gisteren al. Die hebben we gisteren geplaatst. Toen hebben we die erbij geplaatst. Dit wordt ook de schutting meteen. En ook deze en deze meteen erbij. Hoi Mies. Goedemorgen. Dit ligt nog vol met water. Dit moeten we nog verder afwerken deze week. Want dan kan deze hele buis erin. Maar kijk, overal ligt water. Dus dat is wel wat minder. Maar ja, we moeten het er maar mee doen. Ja, dit was wat je in de vorige vlog zag. Maar nu zijn we helemaal bij. Welkom in het leven van een vlogger. Of in ieder geval een renovatievlogger. Het ding is zo, jullie hebben gezien waar we mee bezig gaan, dus we gaan straks verder. Ik moet hier even alle bestanden overzetten. Als dat gedaan is, dan kunnen we weer lekker verder filmen. Het chillste even met dit weer is een GoPro. Sorry daarvoor. Ik probeer zoveel mogelijk tussendoor te praten, maar er moet heel veel gebeld en overleg worden. Dus kijk, ik kan ook niet bij alle overleggen alles filmen. Dus ja, ik hoop dat jullie een beetje genieten van de video's. Ik ga er stiekem wel een beetje vanuit natuurlijk. Maar ja, het zal heel veel met timelapse zijn, omdat het weer gewoon heel onvoorspelbaar is. En als ik deze camera buiten heb staan, dan gaat de camera niet zo leuk vinden. Los van het feit dat het ook een gigantische dure camera is. De bestanden overzetten, dat is waar ik nu mee bezig ben. En dan gaan we buiten weer verder. Ondertussen dat Vincent even weg is om een aantal dingen te gaan regelen voor materialen, zijn Michel en de vader van Vincent nog druk bezig met de houten frame van het dak. Wat moesten we toch zonder hulp? Kun je het straks zo aangeven of pak je een trap erbij? Niet meer glad hier. Ik ben los, hè? Ik heb je hulp nodig, hè? Tegen die blokken. Zo. Dan kun jij hem aan de buitenkant vastzetten. Ik zet hem eerst hier even vast. Ja, is goed. Staat hij strak tegen de buitenwand aan? Ja. Hou hem vast. Kijk hem vast. Kijk, hè, of wel? We doen nog
kruidwater pas, hè? Ja. En dan heeft hij eerst even wat houvast. Ja. Hier kunt houden. Hier tegenaan. Zeg maar. Zo. Het gaat er eigenlijk om dat we even deze gelijk krijgen. Dus of we moeten even zo doen, dat we zeg maar, als je deze naar onder doet. Kijk, dan dit even gelijk. Dan kunnen we straks wel uitwater passen. Nou, dat is goed, hè? Ja. Kaas, 60 frames. Alleen is er helaas iets misgegaan tijdens het overzetten, waardoor we alleen bestanden hebben van 1920-1080 of iets lager. Helaas, het doet pijn. Oh, Vincent, wat doe je nou? Dit is de eerste keer dat ik je zie limbo dansen. Ik heb alleen geen flauw idee wat Vincent hier aan het doen is. Ik denk iets meer ruimte maken voor de staal, denk ik. En wat ik al zei, sorry voor het kwaliteit, maar helaas moeten we het even zo doen. Michel die kwam met een briljant idee, want we waren nu eerst bezig om de cirkelzaag en dan met een liniaal, met lijmtang en noem maar op. Heeft geen zin meer. Kijk, we hebben nu deze. Op het moment als we hier een lijn af moeten zagen voor het dak zo. Ik kan hem niet eens vastpakken. Oh ja. Kijk, deze lijn is haaks. Hier aan het strak trekken en dan hup, zaagtafel er langs en klaar is Kees. Ik moet alleen nog even nacontroleren of het dezelfde centimeters heeft. De GoPro staat daar. Kijk eens hoe mooi die opgesteld staat. En dan gaat het dak erop, jongen. Oh! Ik zal even die plaatjes laten zien die we gisteravond hebben gedaan. Tada. De eerste plaatjes. Het is een feit. We kunnen door.
Dus of althans, ik wil proberen dat het dak, zover het kan, dat eigenlijk al het OSB er al op zit. Dat is de wens. De kant van het dak zit erop. Dit stuk moet nog aangebouwd worden, maar tot hier is het in ieder geval mooi dicht. Bedankt voor het kijken. Druk op duimpje omhoog. Hoop ik jou de volgende video weer. Deze week wordt een mooie week, want deze week gaat hopelijk het dak erop. Wanden dicht. Nou jongens, genoeg werk te doen. Bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer en doei!